We zijn alweer bij de vierde avond van de Intreeweek en we staan hier voor het Foammuseum. We gaan zo naar binnen. We gaan zeker naar binnen, maar wat is hier binnen? Wat voor tentoonstelling is hier? Er is heel veel erotisch materiaal binnen. Seks en zo, porno? Ja, seks, bah, vies. Laten we kijken wat er binnen is. Ik zag je net een foto maken. Ja? Waarom vond je dit nou zo mooi? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik vind het zelf ook nog een beetje te bedenken. Ik vind gewoon zijn stijl heel tof. Zelf hou ik ook van zwart-wit foto's. Vind ik heel gaaf. En gewoon dat het anders is. Zeker in. Ik heb net ook een beetje de achtergrondinformatie gelezen. En zeker voor die tijd. Dat het gewoon zo contrast is met hoe toen vrouwen gezien werden. Ik vind dat tof. Ik ben benieuwd. Zo'n volle bos wat we hier zien, vind jij dat nou mooi? Ik vind het niet lelijk. Maar heb je een voorkeur of heb je meer een voorkeur voor een streepje of iets anders? Ik vind dit heel mooi hoor. Ja, dit is heel wat. Je vindt het wel mooi als je het kan kammen? Zo mag je het zeggen. Ik vind het iets te veel. Er lijken als er dingen in kwijt zijn geraakt. Het zijn jouw woorden. Zou ik niet zeggen. Nee. Heb jij ooit na... Zeg je? Hoe heb jij het? Ja, ik ben een beetje makkelijk. Ik doe gewoon het alles in één keer. Maar ik liep hier binnen. Ik kijk dan toch als eerst eigenlijk naar beneden. Dan zie ik bijvoorbeeld daar die tweede foto. Ja, nee. Zie ik een streepje. Weet je, of in van bos haar. Wat vind je daarvan? Wel interessant eigenlijk. Redelijk provocerend, maar niet echt eigenlijk. Door die bos haar. Dan krijg je niet echt de indruk dat je er lang naar blijft kijken. En dan ga je toch wel ergens anders op focussen dan. Ja, ik vind het wel mooi. En wat vind je dan mooi aan haar? Gewoon ja, de puurheid. Niks aan doen, gewoon naakt erop. Heb je het ook heel dat puur natuur, die bos, dat vind je ook wel mooi? Ja, dat is ook weer de tijd. Ik storm er nu niet zo heel erg aan. Maar ja, ik weet het, ja. Dat vind ik niet heel erg. Dus heb je ooit gehad dat je een meisje tegenkwam met zo'n bos? Nee. En dat hoef ik ook niet per se. Nee, dat vind je erg? Wat heb je liever dan? Iets minder haar, want anders zie je door de bomen het bos niet meer. Anders zie je door de bomen het bos niet meer. Maar zie je dat gebouw daar aan de overkant? Die kant moeten we zijn. Gele. Ja, daar. Daar is het Allerpierson. Denk ik. We staan hier lelijk en geel voor het Allerpierson. We komen net van het Foammuseum af. Hier is het feestje net geëindigd. Dit was dag 4, hè? Tot morgen. Precies.